Goedemorgen, lieve mensen. Even een berichtje van mij. Nou, ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik heb heerlijk in mijn zwembad kunnen verblijven. En lekker het zwembad kunnen schoonmaken. En gewoon gezellig gehad. Dat is als heel belangrijk dat je gewoon lacht, dat je blij bent. En ik word van zwembad heel erg blij. Hooggevoelige mensen die als een vis in het water voelen, letterlijk, dat is gewoon heel fijn in de energie. En ik lig nu heerlijk even op mijn mat uit te rusten van de fysische vaattherapie. En dat zorgt ervoor dat alles weer heerlijk gaat doorstromen. De bloedvaatjes, de microvaten stromen lekker door. Wat blijkt dus overal meer zuurstof. En je knapt er gewoon van op. En ik ga straks nog eventjes in het zonnetje zitten. En daarna mijn kleinkind uit het bed halen. En dan mijn kleinzoon weer ophalen van schooltje. Dus dat is heel leuk. Dat doe ik altijd de maandag en de dinsdag. Ben ik altijd heerlijk met mijn kleinkinderen bezig. En de rest van de week ben ik aan het werk. En tegenwoordig op zondag heerlijk vrij. Dus ik werk 4 dagen en 3 avonden. En dat vind ik eigenlijk wel genoeg. En ook al hebben we zometeen een heel nieuwe wereld al. Ik vind 4 dagen werken vind ik wel genoeg. Ook al is er straks waarschijnlijk genoeg geld en alles. 4 dagen werken blijf ik even goed doen. Want mijn missie is Nederland preventief gezond houden. Gezondheidshuizen neer gaan zetten. Zorgen dat mensen gaan snappen dat het allerbelangrijkste is je gezondheid. Dat je gezond blijft. Dus het gezonde water drinken. Een gezonde bloedsomloop hebben. Hoog in de frequentie blijven. Dus frequentietherapie. Maar dan ook bepaalde suppletie gebruiken. Waardoor je dus aanvullende voeding slikt. Wat heel belangrijk is. Zodat we het stukje kunnen fine-tunen. In jouw gezondheid. Nou, ik wens jullie een hele fijne maandag. Geniet van het weer. Het zonnetje die komt aardig nu door. En elke dag een kwartiertje in de zon kan je gewoon heerlijk weer opladen in de energie. Want alles is energie. Wij bestaan allemaal uit energie. En daarom weet of voel je ook eigenlijk al of iemand in de energie bij jou past, wel of niet. Of waar nog aan gewerkt mag worden in de energie. En alles is goed, alles is liefde, maar we mogen de betere versie van onszelf worden en zijn. En energie is iets wat je uitstraalt en daar komen dan mensen op af of mensen blijven juist weg. En dat is ook allemaal goed. Dus we hebben een ziel, we hebben organen, we hebben bloed, we hebben een huidje eromheen en we zijn allemaal energie. En die energie straal je uit. En er komen mensen op af, of er blijven mensen voor weg, of wat dan ook. En daar mag iedereen aan werken. Aan het zorgen dat het in de energie voor jezelf weer klopt. En dat je zelf in balans bent met jezelf. Nou, dat was hem even voor vandaag. Ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle dag. En spreek jullie later. Bye bye!